Hi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berendsen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van holistisch leven. Ik ben tot de conclusie gekomen, dus als je één je eigen licht gaat herinneren, je gaat je pijn opruimen, je trauma rugzakje oplossen, dat daar iets moois onder vandaan komt. Iets wat licht is, iets wat jou voortduwt, iets wat jou drijft. En dat duwt iedereen naar een mooi pad. Hallo, welkom bij weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En vandaag heb ik te gast een goede vriend van mij, Brian van Leeuwen. En je ziet hier al het boek naast mij staan. Het had zomaar anders kunnen lopen. Hij heeft een mooie thuiskomen podcast waar ik ook te gast ben geweest. En de Hemel op Aarde coachopleiding die binnenkort gaat starten. Daar gaan we natuurlijk ook over hebben. Brian, van harte welkom bij mij in de podcast. Dankjewel Marjolein. Leuk dat het nu omgedraaid is. Ja. Fijn dat je er bent. Ja, ik kijk naar uit. Ik ook, enorm. Ik had een fantastische rit vanochtend ook. Echt door, prachtig door de natuur vanuit Voorthuizen naar Arnhem. Dus heerlijk is dat dan. Ja, het zonnetje wat schijnt. Ja, dat is eindelijk. Heerlijke dag, hè? Ja, heerlijk. Mooi. Hey, de eerste vraag, jij kent mijn podcast natuurlijk, is altijd... wat betekent holistisch leven voor jou? Dus die wil ik graag ook aan jou stellen. Mooi. Holistisch leven is voor mij dat ik besef dat ik alles ben. Tegelijkertijd dat ik niets ben en dat ik hier zit als Brian. Maar dat tegelijkertijd dat er iets groter is. Iets wat Brian aanstuurt. En als we het vanuit de holistische kijk bekijken, dan zou je kunnen zeggen dat ik een fysieke laag heb, een emotionele laag, een mentale laag, een spirituele laag. En voor mij gaat het daarin echt om te beseffen dat ik het allemaal ben. Ja. Ja. Mooi. En had je dat als kind al? Nee, dat had ik niet als kind. Ik was wel heel gevoelig als kind. Ik ben alleen geboren tweeling, wat ik pas sinds 4 jaar weet. Ik ben altijd alleen geweest. Maar ik kan me niet herinneren dat ik als kind dat besef al had. Nee, wel soms het gevoel, zeker in ons in het kinderlijk huis, dat er allerlei energieën daar heen en weer bewogen. En ook 's nachts intense dromen. Maar nooit, nee, niet op die manier dat bekeken, nee. Nee. Wat voor gezin kom je, hè? Ik heb een vader en een moeder, zoals iedereen. En ik ben enigst kind. Ja. En papa altijd hard gewerkt, moeder altijd hard gewerkt. En ik was gewoon altijd lekker met mezelf bezig. Hmm. Ja, hele liefdevolle ouders. Zeker altijd het beste met me voor gehad. Aan de andere kant super bezorgd. Ze hebben er 13 jaar over gedaan om mij te krijgen. Zo. Uiteindelijk IVF. Ja. Verschillende 3 eitjes hebben ze volgens mij ingebracht. Waarvan er dus 2 zijn blijven zitten en eentje na 3 maanden of na 2 maanden heeft gezegd van ik heb je geholpen die baarmoeder in te krijgen, nu ga ik weer. Ja. En ik weet dat ze het daarna nog hebben geprobeerd, maar dat wat niet mee gelukt is. Dus daar zit wel wat pijn op, ja. 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 En hoe is dat voor jou ook al? Want je bent heel open over alleen geboren tweeling, wat je eigenlijk pas sinds 4 jaar weet, ja. Zeg je. Ja. Wat ervaar je daarvan? Want het is wel mooi, want het is een onderwerp wat best wel ondergeschoven is natuurlijk. En ja. Ik vind het wel mooi om daar gelijk op aan te haken, omdat jij daar zo open over bent. Wat heb je daarin gemerkt? Wat merk je daar nog wel van? Nou ja, ik heb natuurlijk het boek geschreven. Het had zomaar anders kunnen aflopen. Ja. En ja, ik heb heel lang mezelf verdoofd met festivals, met drank, met drugs. En uiteindelijk is dat echt... gigantisch uit de hand gelopen. Heb ik mezelf onder invloed van GHB al bijna de vangrail ingereden. Mm. Kwam ik op het politiebureau te zitten omdat ik werd aangehouden. En dat verhaal heb ik best wel vaak in een podcast ook verteld. Zal ik niet te veel op ingaan. Mm. Maar ik ben dat dus uiteindelijk ben ik dat gaan onderzoeken. Mede ook omdat ik bij Robert op Terra Nova heb gewoond. Opleiding met Maarten Overzier heb gedaan. Dus ik ging ook kijken van oké, wat is er eigenlijk in mijn kinderlijke jaren gebeurd? Wat is er in de baarmoeder gebeurd? Wat is er in andere levens gebeurd? Mm. En zo kwam ik dus eigenlijk tot het inzicht dat ik niet alleen in de baarmoeder zat. En wat ik daar ervaarde is, en dat is zo bijzonder, want je zit daar 6 tot 8 weken, maar je voelt eigenlijk al alles. Je merkt wat papa zegt, je voelt hoe mama zich voelt. En als je daar samen zit, er is niks zo intiem als met z'n tweeën in die veilige warme bedding van de baarmoeder zitten. En ik heb de laatste tijd heb ik er ook veel boeken over gelezen, want het integreert me natuurlijk. En wat dus blijkt als jij daar samen in die baarmoeder zit en je
hoort de ander, je voelt het hartje kloppen. En op een gegeven moment merk je dat dat andere stuk gaat verdwijnen. Dat gaat afsterven. En op een gegeven moment heeft het geen hartslagje meer. Wat gebeurt er met het embryo wat overblijft? Dat denkt, shit, waar moet ik nu mee verbinden? Want je wil ergens mee verbinden. Waar je mee verbindt, dat is afgestorven. Dat is er niet meer. Dus ga je zoeken. En dat deel dat wordt opgenomen in de baarmoederwand of ergens. Of het verdwijnt gewoon door het bloed. Ik weet niet precies hoe dat het allemaal werkt. Opgenomen door het embryo zelf, hè? Dat kan dus ook, ja. Dat je in bijvoorbeeld... In het lichaam, precies, ja. Van die cysten. Dat je een pukkel of ergens krijgt en dan halen ze dat open. En dan vinden ze daar haren en tanden en dat soort dingen. Dat klopt, ja. Ja, maar dan blijf je dus daar alleen over. En ja, ik zag ineens de link met wat ik altijd aan het doen was. Want ik was jaloers. Ik was bang om mensen kwijt te raken. En als ik eenmaal in verbinding was, dan... ging alles doen inderdaad om die ander vast te houden. Want wat gebeurt er in jouw ogen? Je denkt, shit, als ik dat loslaat, dan ben ik weer alleen. Dus continu werd dat stuk van die tweeling gespiegeld. Totdat ik ineens zag en dacht van ja, maar dit is dus wat ik al die tijd gedaan heb. Ik ben altijd aan het zoeken geweest naar hem in dit geval. En toen begon alles in elkaar te klikken en ja, kreeg het een plekje. Fijn. Ja. Maar voel je de ziel van hem nog om je heen? In het begin niet. Nu steeds meer. Ja. Ik heb dat in het begin dan realiseer je dat en dan ga je door het trauma stuk heen en dan denk je oké, weet je, ik heb het wel een beetje gehad, maar ergens gaat het dan een soort van, het verdwijnt weer naar de achtergrond omdat het ook ergens nog een soort van moeilijk is of zoiets. Mm-hmm. Dus je denkt van oh, diegene waar ik zoveel van hou, die was er heel even en ik besef me dat en nu is die ineens weer weg, maar dan komt er een soort van toch weer die angst dichtbij of zoiets. Ja. En ik heb dat, het bleek wel of dat er weer een tijdje een soort van de vrieskast is ingegaan van ik wil daar niet mee verbinden. Mm-hmm. Maar ergens toch wel, dat is voornamelijk omdat de buitenwereld mij ook gespiegeld van Brian, volgens mij zit er nog ergens wel wat verdriet. Yeah. Brian, volgens mij zit er nog ergens wel boosheid. En dan ga je toch bij jezelf afvragen, oké, waar komt dat dan vandaan? Is dat dan zo? Ik ben zo. Als iemand dat tegen mij zegt, wat dan ook, dan het eerste wat ik ga doen is onderzoeken van klopt het voor mij, resoneert het voor mij, wat doet het voor mij? En uiteindelijk voelde ik toch wel van, oh ja, volgens mij heb ik nog wel iets met hem te doen. Los van dat ik het stuk in de baarmoeder heb aangekeken en een ander leven daarvoor, toch heb ik daar echt wel iets meer mee te doen. Want ik weet dat de verbinding tussen tweelingen onwijs sterk is. Zelfs al is die ander gaan hemelen en werkt die van de andere kant met je mee. Dus ik ben op dit moment ben ik die verbinding aan het herstellen. Mooi. En dat voelt heel liefdevol, dat voelt krachtig. En sinds een maand of twee is dat denk ik ook dat ik gewoon af en toe dat ik hem achtervoel sta met een hand op mijn schouder. En, het boert me. Yeah. Ik vind het wel mooi om daar even op in te gaan. Ik ben een helft van een tweeling, dus mijn tweelingzus is geboren. Maar er was ook nog een drielingzusje, Sara, elkaar genoemd. En of nou, hij heette ze, heeft ze op een gegeven moment aangegeven. En ja, wat ik ook merkte is dat ik eigenlijk ook heel erg het gevoel had het leven voor twee, voor haar ook te willen leven. Dus ik merkte dat ik twee levens in één ging vatten. En alsof ik een soort van haast had in mijn leven en zoveel voor haar ook wilde doen, dat haar leven ook niet voor niets was. En ja, die eenzaamheid, ik voelde een soort van verscheurdheid. Mijn zus is net wat aardiger dan ik en ik voelde me een soort van tussenhangen. En ja, met ons drielingzusje dan daarboven en... Ik heb altijd een beetje een soort van tussen hemel en aarde als een soort verscheurd gevoel. Dat de laatste jaren is dat steeds meer één geworden. Dat ik zie van, oh ja, ik ben eigenlijk de brug tussen hemel en aarde. En dat is gelijk misschien een brug ook naar waar jij ook zo mooi voor staat. De hemel op aarde brengen. Ja. Is misschien ook wel een soort van je tweelingbroertje eren om hem hier op aarde uit te nodigen. Hm. Hemel op aarde te brengen. Ik weet niet hoe dat... Ja, dit resoneert wel diep. Ik heb ook altijd het gevoel gehad voor twee eten, voor twee gebruiken, voor twee drinken, voor twee leven. Snel, 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 snel gaan en niks willen missen. En tijdens regressiesessies heb ik ook gevoeld dat een deel van hem ook gewoon nog in mij zat, waar ik los van mocht komen, zodat ik mijn eigen... Echt je eigen pad kon gaan. Ja, in mijn eigen centrum kon gaan staan. Ja, dus ik herken dat wel, ja. En nu is het heel mooi dat ik hier op aarde ben en hij in de hemel. En dat je die samenwerking aan kan gaan. Ja. Ja, want die hemel op aarde, dat breng jij. En ook dus door hem. Ja, zeker. Ook dus door dat lijntje. Ja, ik vind het mooi om daar even bij stil te staan. Om dat ook een soort van te eren. Ik denk door Sarah ben ik ook zelf zo spiritueel. Doordat zij ook mij vaak meenam in reizen. In
allerlei dimensies ging ik met haar meereizen. Mm. Als kind al. Dat was wel heel gaaf om te ervaren. Hey, jouw boek. Ik denk dat je al heel veel mensen daarmee hebt geïnspireerd. Ook veel jongeren misschien ook wel, die hier tegenaan lopen. Want het is een thema wat heden ten dagen natuurlijk er nog steeds is. Ik bedoel, wij allebei zijn festivalgangers. En ook niet de minste festivals. we hebben het over een Defcon. noem het maar even. De echt wel wat stevige. De hardstyle gang. Wel euphoric, hè, zijn we allebei. Ja, maar, het zal vrolijk zijn. Wij zijn allebei wel van de vrolijke hardstyle, inderdaad. Maar als ik daar kom, en jij hebt dat natuurlijk, ja, jij bent ook weer voor het eerst wel weer naar feest aan het gaan. Toch zeggen mensen altijd, gebruik je niks? Of want ik gebruik niks. Ik drink ook niet op een festival. Meestal ben ik ook de Bob. Dus dan is het van, mensen komen altijd al naar mij toe van, wat gebruik jij? Dan hou je de energie vandaan. Hoe doe je dat? Dus jij bent gewoon super blij en lekker dansen en lekker zijn. Maar dit is wel iets wat natuurlijk onder jongeren heel erg is. Het drugsgebruik is natuurlijk heel erg aanwezig. Ergens voel ik jou ook wel als een soort voorvechter van wat het dus afdekt en wat het dus wat je dus denkt nodig te hebben in drugs. Hoe zie je dat onder jongeren met alle problematiek die er nu is rondom depressie, rondom burn-outs al onder jongeren? Hoe ervaar je dat? Ja, ik denk dat festivals een geweldige uitlaatklep zijn. En nou ja, inderdaad wat je zegt, je ziet dat steeds meer jongeren, niet alleen jongeren, maar ook jongvolwassenen tegen depressie aanlopen, burn-out klachten hebben. Maar dat is voor mijn gevoel allemaal omdat ze niet aan het doen zijn waar ze echt blij van worden. En als jij op maandagochtend naar je werk gaat en de wekker gaat en je denkt, zulke shit, ik heb hier echt helemaal geen zin in en dat kost je moeite. En je denkt, is het maar weer vrijdag? Ja, dan kan je jezelf afvragen, ben ik wel echt het goede aan doen? Yeah. Nou, ik was ook wel zo iemand en je kan dit het beste altijd uitleggen met eigen voorbeelden. Maandag tot en met donderdag interesseerde me echt niet. Ik wilde dat het liefst zo snel mogelijk vrijdag was. Want dan kon ik drinken, kon ik drugs gebruiken, dan kon ik feesten. En dan leefde ik helemaal op. En dan vond ik het geweldig. En kon ik voor mijn gevoel met mensen verbinden. Ik hoefde niet met de maatschappij bezig zijn. Ik paste toch niet in de wereld. En daar vond ik het wel in die festivals. In die hardstyle scene helemaal. Want het is gewoon een community. Ja. En natuurlijk wordt er ook ruzie gemaakt en ook gevechten. Maar vooral bij het euforische gedeelte, daar vond ik iets wat ik niet in mezelf vond. En dat was die liefde, die verbinding. En ik denk dat heel veel mensen daarmee beginnen, inclusief ik. Want het is leuk, het is mooi, ik wil het ervaren. En ja, het is gewoon een feestje en het is gewoon een keertje drugs. Maar als je al problematieken van binnen hebt, bijvoorbeeld net zoals ik, je hebt met eenzaamheid te maken, met angst, met jaloezie. Ja, dan kan je ergens onderop zeggen dat uiteindelijk de overhand gaat krijgen. Want één, het wil aangekeken worden. Het wil naar het licht. Het wil geheeld worden. En als je dan te lang blijft feesten en jezelf blijft verdoven. Ja, dan je gaat die ballon onder water drukken. En op een gegeven moment knalt hij eruit. Ja. En dan zit je met je eigen shit recht in je gezicht. Ja. En dat zie ik wel gebeuren, ja. Kijk, ik ben afgelopen 4 jaar eigenlijk niet meer naar feest gegaan. Dus volgende week toevallig. Eigenlijk de eerste. Dus ik ben zelf heel benieuwd hoe dat is. Ja. Ik kan ook niet drinken of gebruiken, want die tijd heb ik wel gehad. Mm-hmm. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig hoe dat nu is om dat te ervaren. Ja. 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 Nou, ik hoop je daar dan tegen te komen. Als je weet. We spreken dat wel even af. Nee, maar mooi. Hey, en je vertelde net al even, je hebt op Terra Nova natuurlijk ook doorgebracht bij Robert. Ik zag je trouwens op de boekbespreking van Robert bij zijn nieuwe boek De Kataren. Zal ik je ook in een filmpje voorbij komen? Echt waar? Ja. Dat zeg ik was er niet, maar in een filmpje. Ja, er was een filmpje waar hij in een van die tempels of zo. Of bij de Montsecur, zet je de berg op. De berg op, ja. Dat kasteel. Daar dat was magisch. Jij ook even. Dat klopt. Ik had je even moeten appen, maar goed. We mochten geen telefoon hebben erbij. En ik zat op de eerste rij, dus ik kon ook niet mijn telefoon zo even hierin blijven. Je bent op beeld. maar vanuit daar ben je natuurlijk ook je eigen praktijk en alles op gaan zetten. Je eigen opleiding. Ja, want vertel, hemel op aarde opleiding, coachopleiding moet ik zeggen. Ja, ik ga in april starten met de eerste leergang. Ja. En ik heb de afgelopen 3 jaar trajecten gedaan. Het heette eerst de Mystery School. Maar uiteindelijk voelt het
als mijn missie om een hemel op aarde neer te zetten. Ik had eerst de hemel op aarde, maar ik dacht, ik wil niet verkondigen dat ik degene ben die de hemel op aarde neerzet, maar wel een hemel op aarde. Ja. En mijn hemel op aarde kan heel anders zijn dan jouw hemel op aarde, of die van Geert, of die van Truus, of van wie dan ook. Maar het gaat er juist om dat mensen weer in verbinding komen. Eén, dat ze hun licht aanzetten, dat ze hun pijn aankijken. Dat hele, dat kunnen integreren. En dan gaan ondervinden van, wat heb ik hier eigenlijk te doen? Waar word ik blij van? Ja. Dus al de mensen die bij mij komen met depressie of eenzaamheid of wat dan ook. Kijk, wat zit hier onder die pijn? En dat komt altijd bij trauma uit. Of dat nou A-categorie trauma is of B-categorie trauma. Er komt altijd iets onderuit. Het verschil tussen, voor mij is het verschil tussen A-categorie. Ja, voor mij is de A-categorie als je het echt hebt over misbruik, oorlog, dat soort dingen. En B-categorie trauma is voor mij bijvoorbeeld, je staat voor de klas. Oh ja. En je wordt een keer uitgelachen en je denkt dat het om jou gaat. En dat gebeurt een aantal keren. Dus, maar dat kan super traumatisch zijn, terwijl het zo niet gebeurd is. En als je het hebt over misbruik en oorlog, dat soort dingen. Ja, is voor mij een andere categorie. Niet dat het niet hetzelfde kan voelen, maar het is wel voor mij een andere categorie. Effect, En ik ben tot de conclusie gekomen, dus als je je eigen licht gaat herinneren, je gaat je pijn opruimen, je trauma rugzakje oplossen, dat daar iets moois onder vandaan komt. Iets wat licht is, iets wat jou voortduwt, iets wat jou drijft. En dat duwt iedereen naar een mooi pad. Ja. Ja, mooi. Waardoor die passies weer naar voren kunnen komen. En hoe zou je, je zegt het eigenlijk al, de hemel op aarde brengen. Dat is eigenlijk ook jouw missie. Hoe leef je dat los van de opleiding? Wat doe je bijvoorbeeld zo op een dag? Hoe uit dat zich? Ja, dat is heel mooi. Ik begin elke ochtend met een les van een cursus in wonderen. Daar ben ik op tweede kerstdag mee gestart. Wat leuk. En dat brengt heel veel rust. Het is fijn om daar gewoon de gedurende dag ook mee bezig te kunnen zijn. Veel meer door illusies te kunnen kijken, de ware visie te kunnen scheppen. Veel meer vanuit het licht te kunnen leven en te kunnen zien van, oké, eigenlijk hoe ik nu naar de wereld kijk, is geen waarheid. Nee, dat komt allemaal hoe ik dingen heb ervaren uit het verleden. Van dat projecteer ik in het hier en nu. Maar als ik daar doorheen ga kijken, dan kom ik veel dichterbij, hoe ze het in de cursus ook mooi zeggen, Gods licht, Gods ware visie. Ja. Dus dat is iets wat ik dagelijks doe, met stilte meditatie ook. Nou, ik loop op blote voet op dit moment, het wordt weer wat warmer. En dat is voor mij ook echt wel onderdeel van hier zijn. Gewoon lekker met blote voeten buiten op de aarde staan, lekker met je voetjes in de blubber. Ja. Nou, een hemel op aarde ziet er ook uit dat ik thuis met mijn vriendin Esther woon, 3 honden. En Esther, haar dochter en haar zoon zijn soms bij ons. En dat voelt al voor mij als een hele fijne hemel op aarde plek. Gewoon thuis, een veilige bedding waar liefde is. Waar je dingen met elkaar kan delen. Waar je met elkaar kan vrijen. Waar je met elkaar kan genieten van alledaagse dingen. Dat is voor mij echt al super waardevol. Ja. Ja. En vanuit daar, ik volg echt. Ja. Ik ben echt gaan volgen. En dat is ook die opleiding. Ineens kwam de vraag, Brian, kan je me niet opleiden? En dan ga ik nadenken van, oké, is dat al het moment? Klopt het al? En dan komt er nog iemand die dat ook weer vraagt. En als het dan nog een keer gebeurt, dan denk je, dat is geen toeval. Dan komt de uitnodiging. Ja, dus dan ga ik volgen en dan ga ik het neerzetten. En dan volg ik mijn hart en dan weet ik dat uiteindelijk de vervolgstappen wel komen. En dat is ook met die fysieke plek die we aan het creëren zijn. Dat is voor mij ook volgen. En doe ik eigenlijk met alles, net zoals mijn podcast, Thuiskomen podcast ook. Op een gegeven moment kwam er een uitnodiging. Ga maar een podcast maken over de hemel op aarde creëren. Ga maar mensen interviewen over het goddelijke. En zie maar hoe dat gaat ontstaan. Ja. Dus ik spring meestal gewoon het diepe in. Ook al met podcast en zo. Ik ga niet voorbereiden of iets. Ja. Ik wil het gewoon echt laten ontstaan. Ja. En dat is ergens soms ook spannend. Omdat je niet weet wat gaat gebeuren. Maar juist daar zit ook weer dat avontuur in. En gisteren had ik een heel mooi gesprek ook met Edwin Selay ook. Ja, geweldig, geweldige man ook, echt waar. Ja. En daar hadden we het ook even over manifesteren. En daar ging het dus uiteindelijk over dat we het enige wat we hoeven te doen is ons pad bewandelen. En vanuit daar telkens keuzes maken. Ga ik dit wel doen? Ga ik naar links? Ga ik dit niet doen? Bijvoorbeeld ga ik naar rechts? En dan komt er een nieuwe tijdlijn. Ja. En dat is ook een vorm van manifesteren in plaats van
oké, ik wil dit huis met die auto. En het werkt ook, het is ook bewezen. Maar voor mij werkt het veel meer van, ik bewandel het pad. Ik zie wat daar in op mijn pad komt. En daar op basis daarvan maak ik mijn keuzes. Ja, heel mooi. Ja. Ja. Dus dat is voor mij die hemel op aarde. En weten dat ik hier ben ook. En tegelijkertijd weten dat ik een multidimensionaal wezen ben. Dat ik veel meer dan dit ben. En dat uiteindelijk allemaal samen één zijn. En daar dan precies tussen dat alles, tussen hemel en aarde, tussen licht en donker, alle symbolieken, daar in het midden een soort van in weten te gaan centreren. Ja. 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 En dat centreren doe jij ook door ademwerk, toch? Ja. Ja. Hoe werkt dat voor jou? Kijk, ik heb geen ademopleiding gedaan. Ik doe het ademevent Citica, So You Think You Can Adem. Ja, samen met Marleen en Esther. Ja, Esther, ja. En zij focussen zich op de ademtechnieken. Ja. En ik ben meer van de transformatieprotocollen en het veld zetten, energetisch daarin ondersteunen. Ja. Dat is mijn rol. Maar als je iets over ademwerk wil weten, dan moet je hun vragen. Ik ben niet van de technieken daarin. Ik wist wel dat jij, daar hadden we het toen over. Zo van, ik was benieuwd van of je daarin, als je het hebt over gecenterd zijn, precies in dat middenpunt wat je zo mooi omschrijft. Nou, dat doe je door op blote voeten te wandelen, door 's ochtends te lezen. Dus ik was ook benieuwd van, adem je dan ook bewust elke dag? Of ja, wat zijn zeker. Verder jouw tools om in dat centrum te zijn? Want dat zeg je heel mooi. En dat, ik denk dat heel veel mensen dat ook herkennen. Maar voor mensen die daar nog niet zo in thuis zijn, ja, hoe kom je in dat centrum? Dus vandaar dat ik op die manier even vroeg naar adem, omdat we het daar vorige keer over hadden toen ik bij jullie thuis was. Ik adem wel heel bewust. Ja. Tegenwoordig ook 's nachts, want ik doe zo'n mondplakken op. Ja, ja. Waardoor ik dus door mijn neus ga ademen. Ik ben de laatste tijd ook veel met biohacking bezig. Ja. Dus kijken hoe kan ik optimaal gebruik maken ook van dit fysieke lijf. Super belangrijk. Ineens kan er zo'n moment van, ik kan heel erg met andere dingen bezig zijn. Maar mijn lijf moet het ook aankunnen. Ja. Dus daar ben ik. Wat voor dingen voor biohacking doe je nog meer? Ja, ik ben zo'n nerd. Ik heb zo'n blue light blokker op. Dus die doe ik 's nachts op. Ik neem verschillende vitamine D, A, K en E, C, bulletproof koffie 's ochtends, dus koffie zonder schimmels met MCT-8-olie en grasboter, grasgevoerd vlees, biologisch eten, dat soort dingen allemaal. EMS-training sinds kort, dus dan krijg je, en je krijgt een pak aan, je krijgt elektrische pulseringen en dan kan je in 20 minuten krijg je en al je spieren worden geprikkeld en tegelijkertijd heb je het gevoel alsof je een workout van 3 uur hebt gedaan. Dus het is een enorme boost voor het lijf ook. Pak wat je aan. Ja, en je krijgt steeds van die schokken. Het doet me denken aan, je had toch vroeger die Telcel trilplaten? Dat is dus ook een biohacking ding. Toch, ja, dus dat je daarop gaat trillen. Ja, en koud douchen, mijn gezicht in ijswater. Dus ik ben daar sinds 1,5 maand mee aan het experimenteren, maar vooral die slaap. Tips, ook met MCT-olie voor het slapen, dat plakken op je mond. Blue light blocker, dat werkt zo goed, want je wordt echt wakker. Zo dat je denkt van, wat een energie. Goedemorgen. Ja. Ja, dus. Mooi. En die blue light blocker, dat is een bril waar je mee slaapt dan ook? Nee, die doe je 's avonds op. Oh, 's avonds op. Dus dat helpt. Ja, dat trouwens. Is letterlijk. Ja, dus ik doe die 's avonds na 6 doe ik die op. En dan kijkt Esther naar me en denkt Brian. Het ziet er niet uit, maar ik denk, maakt mij niet uit. Ik ben binnen en ik slaap lekker. Dikke doei. Precies, ja. Nou, mooi, helemaal mooi. Wat was je vraag daarvoor? Wat je deed dus voor om in dat centrum te zijn. Ja, dat was je vraag, ja. Dat was de vraag en dat was met biohacking en je vertelde dus. Ja, blote voeten lopen. Ik heel bewust hier naartoe ademen. Ja. Voor mij zit die echt in mijn onderbuik. Ja. Dus ik adem dan naar de achterkant van mijn longen toe. In plaats van de voorkant van mijn buik. Ja. Want dan heb ik het idee dat er veel meer zuurstof binnenkomt. Dan open ik mijn wortelchakra. Maar dan, we gaan straks een meditatie doen, toch? Dus dan neem ik mensen daar ook wel mee. Leuk. En dan is dat is echt mijn centrum hier. En die onderste chakra's. Ja. En ik merk ook als ik een hele dag druk bezig ben, dat de energie hier naartoe kan gaan, meer omhoog. Maar dan ga ik echt heel bewust hier beneden zitten. Ja. Mooi. Ja. Ja, je voelt ook heel gegrond. Hey, we gaan een kaartje trekken. Nice, ik weet wel welke. Nou, kom maar door. Je mag hem zelf de vraag beantwoorden. Oeh, dat is wel een makkelijke vraag. Nou, kom maar door. Als je jezelf vergelijkt met wie je 10 jaar geleden was, nou, heb je mijn boek. Ja. Wat is er dan veranderd? Nou, ik denk dat ik weet dat ik 10 jaar geleden leefde op basis van angst.
En nu veel meer vanuit liefde. Ik ga niet zeggen dat het alleen maar liefde is, want ik heb ook mijn triggers en mijn dingen die nog omhoog komen. Gelukkig, maak je mensen. Maar tegelijkertijd voel ik zoveel meer liefde en zoveel meer licht. En maak ik veel gezondere keuzes voor mezelf. En wat zou je tegen de versie willen zeggen van 10 jaar geleden? Als je wat zou mogen zeggen. Komt goed. Ja, zeker. En ik denk dat dat ook een hele mooie boodschap is voor heel veel mensen. Dat je hebt vertrouwen dat er een pad voor je is. En waar je ook nu bent, uiteindelijk gaan alle wegen gaan naar dat licht toe. Ook dat zou je misschien ook wel herkennen in je podcast. Ik heb dat ook. Ik heb zoveel mensen gesproken. Het is allemaal dezelfde boodschap. Het gaat allemaal naar het licht. Het gaat allemaal naar het liefde. Alleen iedereen doet het met zijn eigen ervaring en alles in een ander jasje. Maar de boodschap is hetzelfde. Dus als we nou allemaal gewoon eens zouden stoppen met zeggen van oké, dit is mijn manier en die werkt. Dit is mijn manier en die werkt. En wat jij doet, dat is niet goed. Gewoon eens anders zullen inzien van we zijn allemaal met hetzelfde bezig. Ja, en dat, ja, verbinden en liefde creëren. Ja. Dan zou het toch veel mooier zijn. Ja, ja. Nou, ben ik helemaal met je eens. Ja. Ik geloof daar ook steeds meer in. Het upliften van elkaar. En weet je wat ook heel leuk is? Zo dat wij bij elkaar in elkaars podcast komen. Je versterkt elkaar, weet je. Dat, er zit helemaal geen concurrentie of iets, weet je. Maar juist gewoon de dingen die jij ook zegt. En nou, ik merk ook dat jij dat dan weer net anders zegt. En dat vind ik dan weer zo fijn. Dat ik merk van, oh, dat komt weer net anders binnen. En ja, zoveel mensen, zoveel kleuren. Zoveel mensen, zoveel spraken. Ja. Het is alsof je een soort van regenboog hebt waar iedereen een bepaalde kleur heeft wat je aanspreekt. Maar uiteindelijk zijn we uit diezelfde bronnen en uit diezelfde regenboog ontstaan. Ja. En is dat inderdaad allemaal één. Ja, en er zijn nog zoveel mensen die we niet in die podcast zien en die ook een geweldige boodschap hebben. Ja. Van die verborgen pareltjes, zeg maar. Ja, ja. Prachtig. Ja, echt, vind ik ook. Mooi. Even een kleine break tijdens de podcast Holistisch Leven. Nieuw namelijk bij Zomeropleiding is de opleiding tot spiritueel coach, waarbij je jouw unieke, intuïtieve en mediamieke gaven in kan zetten om mensen te begeleiden naar meer bewustwording. Wil je ook bijdragen aan een nieuwe wereld en wil je aan de slag met heling, multidimensionaliteit en spirituele groei? Kijk dan op www.zoma-opleidingen.nl voor onze locaties en startdata. En we gaan nu gauw weer terug naar de podcast. Er zijn ook heel veel vragen binnengekomen van de luisteraars, bedenk me nu net. Laten we daar ook naar kijken. Nou ja, deze hebben we eigenlijk al wel gesteld. Is al naar orde gekomen. Maar wat betekent het voor jou hemel op aarde? Daar hebben we het natuurlijk al over gehad. Is er nog iets wat je zegt, oh, dat wil ik er nog over zeggen? Gewoon het leven leven. Ja. Dat is het uiteindelijk volgens mij ook wat we te doen hebben. Gewoon in het hier en nu de stappen zetten en je leven leven. Wat is er voor jou nodig om echt die transformatie bij jezelf te ondergaan? Naar binnen gaan. En kijken wat speelt er allemaal in mijn binnenwereld. Ik doe dat ook in mijn trajecten, ook in de opleiding. Ik wil mensen leren van, wat speelt er in mij? Want uiteindelijk alles wat ik ervaar is een, ja, dat is een weerspiegeling van mijn binnenwereld. Ja, iedereen heeft het ook weer over het concept zo binnen, zo buiten. En ik geloof er ook 100% in dat wanneer er iets nodig is om tot verandering te komen, dat we kijken van oké, wat speelt er dan eigenlijk in ons? Want daar liggen de antwoorden. Ja. Dus de tip is altijd gaan naar binnen. Je hebt zo te lezen op je website al best een hele reis achter de rug. Wat zou je iemand vertellen of aanraden die aan het begin staat van zijn reis? Mooi. Voor mij komen er daar 3 stappen naar voren. Dat is 1, ga routine aanbrengen. Dus dagelijkse practices. Super belangrijke rituelen, dus meditatie, journalen. Ga boeken lezen. Eigenlijk dingen die je allemaal gratis kan doen al. Want er zijn ook mensen die niet de financiële middelen hebben. Inderdaad, om dat te realiseren. Dus nou, dat zijn allemaal dingen die je thuis kan doen. Er zijn zoveel podcast, methoden, alles wat je daarin kan ervaren. 2, als je wel de financiële middelen hebt. Ga een tijdje met iemand meereizen. Iemand die voor jou goed voelt. Iemand waarvan je weet van die persoon kan mij verder op weg helpen. En het derde is altijd wat ik zeg, ga op avontuur uit in Spiriwiriland. Ja, want er is zoveel te doen. Ja.
En voor mij kan regressie heel goed werken, of transformatieprotocollen, of innerlijk kindwerk, of een kundalini yoga sessie. Maar dat betekent niet dat dat voor jou hoeft te werken. En misschien ga jij weer op hele andere dingen goed. Dus dat is een soort van kijken wat past bij mij en wat werkt voor mij. Ja. En tegelijkertijd ook een soort van uitkijken alsof je daar niet weer in verliest. Want er is zoveel. Ja. En ik denk niet dat het de bedoeling is dat je elke week 3-4 sessies gaat doen. Dat je elke week paddenstoelen gaat doen. Of ayahuasca trips of wat dan ook. Dat je daar dan weer jezelf in kan verliezen of zo. Dus het gaat wel weer om een soort van juiste balans vinden tussen die drie dingen. Ja. En belangrijk, als je het... veel mensen die willen het uiteindelijk ook gaan doorgeven. Dat is heel mooi. Maar ik vind het super belangrijk dat je wel eerst je eigen proces aangaat en je eigen trauma aankijkt. En dat is iets wat ik begin heel moeilijk vond, wat Robert dat tegen mij zei. Want ik wilde gelijk mensen gaan helpen. Maar hij had daar zo gelijk in van eerst gewoon je eigen proces doen. Ja. Eerst je trauma's oplossen. En natuurlijk, er blijven altijd dingen om op te lossen. Maar ga eerst gewoon 1 of 2 jaar gewoon intensief met jezelf aan de slag. En ga dan de beweging weer naar buiten brengen. Ja, ja, mooi. Wat hoop je te bereiken met het werk dat je nu doet? Dat is heel makkelijk. Een hemel op aarde. En in eerste instantie natuurlijk ook gewoon een mooie, fijne, liefdevolle plek voor mezelf. Voor Esther, voor de hondjes en haar kindjes. En daarnaast ook voor andere mensen. Want ik geloof daarin ook weer dat het ook weer eerst bij jezelf begint. Want als ik alleen maar voor andere mensen zo'n plek creëer en niet voor mezelf, ja, want dan is er ook geen resonatie. Dus voor mij gaat het om een mooiere plek te creëren van de wereld. En zoals je weet zijn we met de fysieke plek bezig om dat in Nederland te gaan creëren. Centrum met een stuk land eromheen. Daar kan ik nog niet zoveel over zeggen, want het staat echt nog in de kinderschoentjes. Maar het gaat wel kopen. Ja, heel tof. Ja. Kom graag. Je bent welkom. Dank je. In al het aanbod wat je hebt, waar haal je het meest energie uit en hoe begeleid jij mensen het liefst? 2 dingen. Ik word heel blij van de podcast. Dat vind ik echt gewoon super tof. Ik ga ook een nieuwe reeks starten, want ik merkte op dat ik... Kijk, ik doe om de 2 weken doe ik er eentje in de studio opnemen. Maar er zijn ook zoveel andere mensen met een mooi verhaal. Maar ik dacht, hoe ga ik dat in godsnaam zeg maar, ja, regelen? Dus ik dacht, nou, ik ga dan ook gewoon mensen die misschien nog geen podium hebben gehad, maar wel authentiek zijn, authentieke methoden hebben, authentieke verhalen, een podium bieden, door dan in ieder geval online ook dingen op te nemen. Dus dat ben ik erbij gaan doen. Ik heb vorige week de eerste opgenomen. Dus dat is iets wat ik... het is gewoon zo. Daar word ik gewoon blij van, de gesprekken. Feestje, ja. En die verbinding aangaan. En de andere kant word ik heel blij van creëren. En dat doe ik ook gewoon met de trajecten, met de opleiding. Als ik maar iets heb waar ik mezelf in kan blijven uitdagen ook of zo. Ja. En ik weet dat er een heler in mij zit. En dat er een inspirator in mij zit en een opleider. Allemaal rollen die ik kan aannemen. Maar ik vind dat ze best tot z'n recht komen als ze gewoon samenkomen. Dat het een soort van compleet pakket is. Dus je hebt de podcast en tegelijkertijd ben je een opleider, ben je een trainer. Ja. Soms ben je een vriend. Maar voor mij valt dat allemaal een soort van samen of zo. Ja. Dus wat is het leukst? De podcast, het creëren, het scheppen en ja, de trajecten en de opleidingen neerzetten. Ja, leuk, mooi. Dit is al eentje, maar goed, misschien heb je nog wel iets toe te voegen. Hoe zorg jij er in het dagelijks leven voor dat je telkens in contact blijft met dat wat je allemaal al over jezelf hebt geleerd? Het waren natuurlijk die tools al die je beschreef, maar misschien nog andere dingen. Ik denk gewoon de thuisomgeving ook. Kijk, ik leef met 3 honden en dat is fantastisch, maar op het moment dat ik niet in mijn centrum ben, zijn zij de eerste die dat spiegelen. In dus, onrust? Hè? Dat laat ze merken in onrust? Onrust, ja. Direct. Direct, ja. En dan word ik getriggerd. En dan denk ik, ja loopt. Van terug voor me. Ja, echt beteld. Maar dat, nee, het is een andere tool daarin is kijken wat gebeurt er nu in mijn omgeving om mij heen. Want op het moment dat ik niet in mijn centrum ben en ik ben in angst of wat dan ook, of ik voel me onrustig ergens van binnen, dan wordt dat in de buitenwereld gelijk gespiegeld. Dus dat is voor mij een hele belangrijke graadmeter.
Ja. Ja, zo zie je dat inderdaad om je heen. Ja. Welke transformerende tools zou je in de toekomst nog wat verder in willen duiken? Mooi, mooi. Ja, ik heb gisteren natuurlijk Edwin gesproken. Hypnose lijkt me heel tof. Quantumreizen maken lijkt me heel tof. En ik geloof wel dat ik dat ook kan. Maar het is wel fijn om bepaalde verdieping daar ook weer in te vinden. Wat nog meer... En wat voor mensen die zitten te denken, quantumreizen? Ja, meer het werk wat Milan Somers doet en Roy Martina. Dat je gaat afstemmen op een versie van jezelf. Dat heb ik gisteren ook met Edwin over gehad. Die eigenlijk het al doet. Dus je gaat verbinden met een versie van jezelf die al in de toekomst leeft, die zijn missie al leeft. En ik weet dat ik het kan. Maar ik weet ook dat er weer een bepaalde theorie achter zit. Dus dat soort dingen vind ik wel tof om te gaan leren. Ja. Oké, gaaf. En wat is je inspiratie geweest om de Thuiskomen podcast te beginnen? Hoe lang hebben we nog? Nee, vorig jaar zomer merkte ik dat mijn boek en het verhaal, dat een soort van een beetje op zijn einde kwam. Omdat ik merkte dat ik mijn eigen verhaal mocht loslaten. Omdat ik daar zo mee identificeerde. Mm-hmm. En toen heb ik de keuze gemaakt om samen met Esther en de hondjes weer lekker naar Spanje te gaan voor een maand. Dus gaan kijken van oké, wat mag er ontstaan? En toen was er een hele duidelijke stem. Ga een hemel op aarde reeks creëren. En je gaat er ook een boek over schrijven. En geen idee nog wat dat allemaal in beweging zou zetten. En dat er uiteindelijk een opleiding uit zou volgen. Dat de Mystery School trajecten daar naartoe zouden transformeren. Dat er een plek kwam. Had ik niet verdacht allemaal. Maar wel dat ik de Thuiskomen podcast een upgrade mocht geven. En een vriend van mij heeft een studio. En die zei, kom maar bij mij. Ja, dus mooi hoe dat dan... Gaaf. En het boek, kun je daar al iets over zeggen? Mag het nog niet? Zeker, ja. Ik ben 2 maanden geleden weer even gestopt met schrijven. En ik ben nog niet verder gekomen sindsdien. Maar ja, ik ben met zoveel dingen op dit moment ook bezig dat ik voel nog niet de beweging om weer te gaan schrijven. Ik weet wel dat het komt. Maar alles wat ik nu aan doe, is een soort van vooronderzoek. Ook alle gesprekken die ik ook voer in de Thuiskomen podcast. De innerlijke sessies die ik zelf blijf doen, want dat vind ik heel belangrijk. En het gaat over een reis naar het goddelijke. Ja. En dat is waar het over gaat. Ja. Ja, en meer kan ik er nog niet over zeggen. Nee, ik heb wel iets... Ja, jij hebt iets geschreven, ja. Dankjewel dan. Ja, alvast voor. Helemaal leuk. Wij gaan een oefening doen. Vertel, wat gaan we doen? We gaan ons centreren tussen hemel en aarde. En dan ons verbinden met onze eigen hemel op aarde. Fijn. Ik ga me lekker mijn schoenen uitdoen. Ja, zou ik doen. Ik heb ze al uit. Jij hebt ze al uit. Ik ga lekker mee. Dat doe ik eigenlijk nooit, mensen. Ik zit eigenlijk nog met mijn schoenen aan. Nou, wel, dat is niet altijd waar. Ik zit ook wel met mijn sokken af en toe. Lekker op mijn sokjes. En nu doe ik hem uit. Okay. Mooie kaartjes trouwens. Ja. Goed vragen. Blut. Mijn sok optrekken, die zakt af. Yes. Yes? Mm-hmm. Oké. Mag je lekker je ogen sluiten? Zorg eerst even voor dat je lekker comfortabel zit. Mag het ook liggend doen. Maar maak het jezelf lekker ontspannend. En breng dan vervolgens je aandacht naar je ademhaling. En je ademt niet naar je onderbuik toe, maar zeg maar naar de achterkant van je longen. Zodat je nog meer zuurstof naar binnen kan halen. En dan breng je aandacht in je hartgebied. En kijk maar eens even of je dat hart een klein beetje kan openen. Gewoon met intentie. Of je voor te stellen dat het gebeurt. En dan wil ik je vragen om vanuit dat hart
een gouden koord naar beneden te laten gaan. Langs je zonnevlecht, je maag, je onderbuik, je sacraal. En dan open je je wortelchakra, het plekje tussen je anus en je geslachtsdeel. En dan laat je vanuit dat punt, dat gouden koord, de aarde ingaan. En wanneer dat gouden koord de aarde ingaat, dieper en dieper, ga je ook merken dat het zich begint te splitsen. Het gaat wortelen. En dat heeft het effect dat je echt even lekker je lichaam in wordt getrokken. En dat je een diepere verbinding met de aarde gaat voelen. Het kan zelfs zo zijn dat je merkt dat het onderste gedeelte van je lichaam wat begint te tintelen. En dan wil ik je vragen om met de volgende ademteug die energie van de aarde helemaal je lijf in te gaan trekken. Dus adem in. En trek het helemaal je lijf binnen. Via je wortelchakra naar binnen. En daar vult het je onderbuik. Het stroomt je benen in. Je trekt het nog verder omhoog naar je maag, je zonnevlecht, je middenrif. Nog iets meer omhoog naar je hartgebied. En daar zet je het met intentie even vast. En wat je vervolgens dan mag doen, is datzelfde gouden koord nu omhoog laten gaan. Langs je keelchakra. Door je gezicht, langs je derde oog, je pijnappelklier. En dan kom je aan bij je kruin en die open je met intentie. Of je ziet voor je dat er een lotusbloem zich openklapt. Dus dat het makkelijker voor je maakt. Dan weet dat intentie zetten altijd voldoende is, omdat de energie altijd de intentie volgt. En dan laat je dat gouden koord via je kruin het universum inschieten. Langs de wolken, door de ozonlaag, de ruimte in. En daar begint het ook automatisch weer te splitsen. Alsof het zich vanzelf verbindt met het netwerk, met het grid. Kristallen grid van het universum. En bij de volgende ademhaling trek je dan die energie van het universum, dat licht, via je kruin naar binnen. Je ademt in. Trekt het als het ware naar binnen, langs je kruin, langs je derde oog weer, door je gezicht, langs je keelgebied. Naar je hart. En daar in je hartgebied is waar de energieën van moeder aarde en vader hemel elkaar ontmoeten. Twee liefdes die elkaar weer zien. Elkaar erkennen en herkennen. En je merkt op dat deze twee energieën, het licht en het donker, het mannelijke en het vrouwelijke, de hemel en de aarde, samen beginnen te smelten. Ze beginnen om elkaar heen te dansen. Ze beginnen te mengen. Jij blijft gewoon gecentreerd in je hart. Terwijl deze twee energieën steeds weer één worden.
Dit heeft het effect dat jij je steeds meer één gaat voelen van binnen. En kijk dan ook maar eens of die samengesmolten energie, of die ook zichzelf wil expanderen. Dus dat het niet alleen in je lijf blijft, maar ook de lagen om je heen gaat betreden. Laat het maar expanderen. Volg maar wat het licht daarin wil doen. Terwijl jij gecentreerd blijft in je hart, wetende dat dit licht blijft expanderen, zich blijft verspreiden. En dan wil ik je vragen om vanuit je hart een poort te openen. Een poort die jou leidt naar jouw hemel op aarde. Je ziet als het ware een deur voor je. Zo'n mooie gouden poort. Van oude robuuste deur. Je beweegt daar naartoe. Je opent het. En dan stap je als het ware jouw eigen hemel op aarde in. En daarin kijk je rond. Ruik en proef je misschien ook. Je weet, je ervaart hoe deze hemel op aarde voor jou is. Met wie ben je? Hoe voel je? Wat doe je? Hoe ziet de wereld eruit? Je neemt waar. Hoe klein ook, of hoe groot ook. Je heet het welkom en je ademt het helemaal in. En door het in te ademen verbind jij je met jouw hemel op aarde. En maak jij slapende delen in jou wakker. Die zich dit opnieuw beginnen te herinneren. Adem het toch één keer diep in. Je blijft in verbinding met je hart. Met je lichaam. Komt weer helemaal terug op de plek waar je nu bent. Mocht je dat niet meer zijn. En dan mag je zo voorzichtig op eigen tempo, wanneer jij de beweging voelt, je ogen openen. Om je heen kijken. En eens heel nieuwsgierig zijn of de wereld er nu een stukje anders en mooier uitziet. Mooi. Aho. Aho. Dankjewel. Alsjeblieft. Ah, dat was super fijn. Dank je. Alsjeblieft. Heerlijk ook. Ja, fijn. Ook ja, op een gegeven moment had je het over dat kristallen grid. Vond ik ook super fijn in het universum. En zo die verbinding en moeder aarde en vader hemel die om elkaar heen dansen. Zo ja. Die verbinding met elkaar en in dat hart wat dan samenkomt, die eenheid te voelen. Nou, het was heel licht. Ik vond het heel... Oh. Ja, het is een dieper thuiskomen. Ik woon op een boerderij sinds een jaar. En ik woon echt midden in de natuur. Met allemaal weilanden om me heen. En ik voel zo diep de aarde daar. En omdat er niet veel lichtvervuiling is, zeg maar. Ik woon echt in de boerderie, zeg maar. Cool. Dus zie je die sterren ook zo goed. En voel ik...
alles zo connecten en zo dicht bij elkaar komen. En dat voel ik nu ook weer. Dan denk ik, oh, wat zijn we gezegend als we echt in de natuur kunnen zijn en die verbinding kunnen voelen. En ja, hoe vaak we daar eigenlijk in je dagelijks leven door alles wat je te doen hebt, hoe vaak je daar dus overheen stapt en hoe vaak er momenten zijn dat je daar niet bij bent. Ja, wij maken daar tijd voor. Dat vond ik ook heel mooi dat je dat daar straks in de podcast zei van F tegen iemand die aan het begin staat van zijn reis, begin dus ook met rituelen of hij begint met een gewoonte. Ja, en daar zou dit voor mij, wat jij nu hebt gedaan, deze fijne meditatie, deze reis, ja, ook echt een belangrijk onderdeel denk ik voor zijn, voor mensen om dit te voelen. Mm. En daarmee te connecten en ja, eigenlijk ook met kinderen daar eigenlijk al mee te beginnen. Van, oh ja, weet je, ben je bewust van de aarde, ben je bewust van het universum, ben je bewust van wat er eigenlijk elk moment is en in elke dag. Maar ook wat er om je heen gebeurt. Als ze dingen zien, als ze dingen ervaren, dat je niet zegt van, je bent gek of dat mag er niet zijn. Of als ze zich boos of verdrietig voelen, dat je een tablet of een iPhone voor je neus krijgt, ga maar even spelen. Ja. Maar laat dat er ook allemaal zijn. Hoe frustrerend het ook kan zijn als ouder. Ja. Nou ja, en hoe meer je dus in dat moment komt, hoe meer je dus ook weer dingen gaat opmerken. Dan ga je weer opmerken dat er vogeltjes fluiten of je ziet een bloemetjes buiten. Het zijn hele kleine dingetjes. Meestal in meditatie ook. Wij wonen ook in de natuur. En vooral die momenten, als ik dan mijn ogen sluit of ik ben bezig met de les uit een cursus in wonder, of ik ga gewoon even stilzitten, dan hoor ik ineens weer die vogeltjes. Ja. En die zijn er de hele dag door. Ja, maar dan valt het ineens op. Ja. Dat is zo gek eigenlijk, hoe we dus zo op onze mind gericht zijn, dat zo bezig wordt, zo bezig gehouden. Ik ga ook zo'n bril kopen, denk ik. Hoewel, ik heb eigenlijk geen tv meer kijken. Ik heb nog heel veel tips voor je. Ja, ik doe er wel veel hoor, moet ik zeggen. Maar ik kijk s'avonds eigenlijk ook geen tv meer. En schermtijd probeer ik ook echt na 8 uur eigenlijk ook liever niet meer te doen. Eigenlijk moet dat wat eerder, hè? Maar probeer ook wel echt op te letten dat. Af en toe krijg ik wel eens een keer een appje, maar. Ja, weet je, meestal pak ik gewoon lekker een boek. Ja, dat is goed. En ga ik lekker zitten. En dan lekker boek lezen. En dan ga ik dat contempleren. Ik ben al zo'n boekenworm die alles in die boeken weer bijschrijft. Ja, echt waar. Voelen, oh, wat voel ik hierbij. En ja, zo mooi dit. Ik ben benieuwd, mensen thuis, laat even weten hoe je deze meditatie hebt ervaren. En ook of er nog inzichten zijn gekomen, want dat is ook vaak zo'n moment dat je weer thuis komt, dan komt er eigenlijk een soort van helderheid. Alsof een soort van sluier ook weer van je ziel even afgaat, waardoor er ook zoveel ruimte komt voor een nieuw begin. Maar zoals jij zei, als je de kamer inkijkt, dan ziet het er misschien anders en mooier uit. Maar ook door dit te doen, merk ik ook, oh ja, dan krijg je ook meer inspiratie weer voor nieuwe dingen waar je eerder niet aan had gedacht. Met een frisse oogpunt. Ja, want ik geloof dat je als kind eigenlijk wel anders naar de wereld kijkt. Je hebt ook ik heb de laatste keer zo'n beeld op Facebook voorbij zien komen, dat je dan als kind naar de wereld kijkt, dat alles toch kleurrijk en vrolijk is en dan ben je volwassen en dan ziet alles er ineens een stuk grijzer uit of zo. Dus wij mogen daarin ook weer veel meer terug naar die speelse kinderlijke blik. Ja, mooi. Dat. Voordat de conditionering er overheen komt. Ja, voordat dat er overheen gaat komen. Nou, we hebben een hele, ik vind het een hele interessante podcast zo achter de rug. Met veel aangestipt. Wat zijn nog tips aan mensen die je, wat je wil meegeven aan mensen? Stap voor stap. Ik denk dat we als mens, inclusief ik, soms heel veel willen. En dat kan dus opleveren dat je dan veel te veel met de toekomst bezig bent. Maar eigenlijk is volgens mij het enige wat we telkens te doen hebben, is stap voor stap gaan bewegen in het hier en nu. Ik kijk tegenwoordig ook niet meer verder dan een dag vooruit in mijn agenda. Ik word knettergek als ik dat zie. Maar dat nodigt zo uit om gewoon van dag tot dag te bewegen. Vandaag ga ik dus dit en dit en dit doen. Deze stappen kan ik vandaag zetten. En morgen zie ik wel weer verder. En dat geeft mij heel veel rust. Te weten van, ik hoef niet alles nu te doen, maar het ontvouwt zich wel. Het is hetzelfde met trauma oplossen en dingen manifesteren. Je hoeft niet alles nu al te realiseren. Maar kijk gewoon hoe klein de stap ook is, welke stappen je nu kan zetten. Hetzelfde weer als een makkelijk voorbeeld voor mensen die een traject voor willen volgen, maar niet de financiële middelen hebben. Dan kan je heel erg gaan zitten van, oh, ik kan dit niet en dit werkt niet en dat kan ik niet betalen en het is niet eerlijk. Maar je kan ook kijken
wat kan ik wel doen? En dat zijn wel de stappen die ik ga zetten. Want er zijn zoveel boeken hoe ik dan wel geld of middelen zou kunnen manifesteren. Dus er zijn altijd mogelijkheden. Ja. En dat gaat stap voor stap. Ja, mooi. En er is ook voor mensen inderdaad die niet de financiële middelen hebben, zoveel gratis natuurlijk. Ja. Ook denk aan de podcast of zo. Ja, en allemaal boeken en dus, uitwisselingen die je kan doen. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar je moet het alleen zien. Ja. 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 En de wereld dus niet zo grijs zien, maar eigenlijk weer kleurrijk als een kind. Ja, overvloedig. Ja. En dat gaat de ene dag, weet je, ik kan dat heel mooi zeggen. De ene dag zie ik dat natuurlijk helemaal, maar ik heb ook dagen dat ik denk van, nou, het is wel grijs. En dan moet ik zeggen, het heeft afgelopen maand ook alleen maar geregend. Oh, nou, hè? Het is aardig grijs. Ja. Ja, maar dat is gewoon een proces. Ja. En de ene keer slaap je daar weer in. En de andere keer word je weer wakker. En dan denk je, oh ja, ik ben er weer. Ja. En dat is groei. Ja, mooi. Heel mooi. Dank je wel voor deze ontzettend inspirerende podcastaflevering. Zo fijn om met jou te zijn. Je energie, je wijze woorden. En ik vind het gewoon leuk dat je... Je bent en heel spiritueel, maar ook heel aards. Dus dat is gewoon super aanwezig in dit moment. En dat is gewoon heel waardevol. Dat maakt het heel, heel praktisch ook. En heel ook laagdrempelig. Terwijl er ook heel veel diepgang in zit in de dingen die je zegt. Dus dat voelt als thuiskomen. Dankjewel, Marjolein. Graag gedaan. Ja. En, mensen thuis, natuurlijk dankjewel. En ik hoop jullie volgende keer natuurlijk weer te zien bij een nieuwe podcast. En voor nu, laat weten wat je met de podcast van Brian vond. En welke tips je vooral ook mee gaat nemen. Want je hebt er een hele hoop genoemd. Dankjewel. Dankjewel, lieverd. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten? Kijk dan op onze website www.zoma-opleidingen.nl voor meer informatie over de cursussen en opleidingen die we aanbieden. Je kunt je daar ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En vind je deze podcast leuk? Volg ons dan via je favoriete podcast app of abonneer je op ons YouTube kanaal. Zo verspreiden wij samen meer licht, liefde en bewustwording. En maken we de wereld een stukje mooier. Tot volgende week!